Wat er vooraf ging in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Speed. It's up to you to ward off Ruta's attack. En voilà. Nee, kut! Nee! Lekker jongens, we hebben het gedaan. We hebben een beest verslagen. Wow, that was astounding. An absolute thrill! Ja. Dan zien we een hele rare map. We moeten naar de slurf toe blijkbaar. En toch wel naar die core. Dus we moeten die terminal pakken in die core. Want dan kunnen we hem, zeg maar, blijkbaar dus besturen. Maar hoe de fuck gaan we dat doen? Nou, we gaan weer naar boven. Het is ook gewoon echt één fucking grote olifant, jongens. Moet je kijken. Wat een olifant. Een olifant. Hey, wacht. Misschien dat hier achter iets zit. Meestal als het zo geblokkeerd is, er zit er wel iets van een schatkamer. Nou, deze keer niet. Jammer. Oh, wat hebben we hier? Helemaal niks. Oké. Maar ja, blijkbaar is dat dus dat we daar iets mee moeten doen. Maar wat de fuck moeten we doen? Wat voor abilities heb ik? Oh, wacht. Misschien dat ik iets kan doen met het remmen. Ik weet niet of dat werkt zo. Hallo? Kan dit? Nee, dat kan niet. Moet ik even kijken. We hebben nog statuses. Misschien dat dat iets is. Ja, kijk. Die moeten dus slaan. En dan gaat hij ook rotaten. We know what to do. Daar gaan wij goed mee aan de slag. En wat hebben we nog meer trouwens? We hebben een foto en iets van een bom. Maar ik denk dat dat nog even niet belangrijk is. Dit wel. Dus dat moeten we wel even zien te regelen. En ik ga even pijlen anders zetten. Want we hebben straks sowieso die pijlen nodig. Die 20 arrows die er nog zijn. En dit beest, dat leeft nog steeds. Oh, wacht. Hier, kijk. Ah, jij bent een beest. Wow, waarom zag ik dat niet? Ah. Ga eens op rot, jij. Oh, pijl. Nice. We got it back, boys. En we hebben nog een deel van onze levens. Dus nou, gaan we even hierin. Zo. En dan gaan we even dit ding doen. Zo, stop time. En dan doen we allemaal tik, 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 tik. En gaat de tijd erin. 3, 2, 1. Ja, oh. Oh, we moeten hem daar tegen aanslaan. Dus dan wordt hij geactiveerd. Oké. Dat kan. Dan gaan we hem heel hard slaan. Zo. Nou, dan moeten we goed komen, denk ik. Ja. Hé, wat? The fuck? Oh, die moet ook. Oké, Even zien. Stop time. Hoe de fuck werkt dit? Nou, we gaan hem wel gewoon mappen zo. Even zo naar boven klimmen. Ja, ja. Oh. Nou, onze boemerang is kapot. Oké, dat kan gebeuren, weet je. Dat boeit niet. We moeten dan wel even een ander wapen hebben. Dat is deze, de Guardian Sword. Dus als we nou eens even die doen. Gewoon stop time. En dan doen we daar tegenaan mappen zo. Ik weet niet hoe ik daar tegenaan map, jongen. Wat is dit nou weer voor bullshit? Man. Fuck deze game. Dan moet ik helemaal naar boven lopen. Man. Damn. Ik begrijp helemaal niks van die puzzel. Hoe moet ik dit oplossen? Er moet daar een plekje zijn dat we dat kunnen activeren. En dat we gewoon iets moeten doen met die tijd stoppen. Want ja, dat blijkt gewoon iets te zijn. Maar hoe de fuck werkt het? Is even de vraag. Kijk, we kunnen daar op. Hé, wacht. Daar kunnen we daar op. Misschien moeten we daar wel op gaan. Dus we gaan eens even kijken zo. Ja. Nice. En dan moeten we hier op. Nee, je moet er niet op. Oh, fucking hell. You gotta be fucking kidding me. Ik viel weer naar beneden, jongens. Man. Tijd is geld, zeggen we dan in Link. Bij Link, hè. We zijn hier zo goed mee bezig dat het je gewoon echt gewoon niet beter gaat op deze manier. Je ziet hier al die rotzooi. Dan kleren we wat en dan denk je van, hé, daar is wat. Nee, daar is wat. Wacht even, kunnen we het misschien anders doen? Kunnen we het niet gewoon zo doen? Wacht even. Oké, dat we dit doen. Kijk. Ja hoor. En daar is het water. Mooi, dit hebben we al gefixt. Dat wiel staat stil. Hé, wacht, wat is dat? Dat is een kist of zo. Of nee, dat is zo'n ding. Kijk hier. Kunnen we hem activeren? Nee, we moeten hem op een goede punt moeten hem stoppen. Wat fijn.
Oké, maar nou weten we dat. Dus nou kunnen we zeg maar zo shatteren. Zeg maar op het moment dat hij, ik denk bij, ja, ga verder. Dan kunnen we hem nu vastzetten. Oké, nu kunnen we erbij. Of niet? Nee, er moet nog eentje verder. What the fuck? Dash. Shatter. Close. Ja. Nou moet het wel lukken toch, kom op. Ja, je examen. Hij doet het. Ja, oké, we got him. Oké, 3 terminals remaining. You can do it. Oké, nice. Nog 3 stuks. We hebben er nou al 2. En dan moeten er nog 3. Nou, nu dit ding gesloten is met ijs, lijkt het dat we daar iets mee moeten doen met... Hé, wat is er boven? Dat denkt wel echt een raar beest. Hier misschien nog wat achter? Nu dat je denkt van, hé, hier is wat verstopt. Nee. Het is allemaal hetzelfde ook met het spelletje, hè. Kan je niks aan doen. Oké, we gaan het even overnieuw proberen, want we moeten gewoon naar boven zien te komen. We moeten daar naar binnen zien te komen. En volgens mij kunnen we dat heel simpel doen. Door gewoon heel simpel even dat ding iets naar achter te zetten. Dus dan gaat die trompet wat naar achter en dan draait hij de andere kant op. Of niet? Ja, kijk, nou draait hij gewoon de andere kant op. Nu kunnen we die stilzetten, stop time. En kunnen we hier gewoon naar binnen en kunnen we hem authenticaten. Ja, we got him. Oeh, hij moest gewoon de andere kant op, jongens. Dit was echt even stressen, jongens. Goed, maar we hebben nu 2 terminals remaining. Oké, daar is nog eentje over. Zo, lekker. Maar nou, dan moeten we nu dus naar boven zien te komen. Hoe gaan we dat doen? Dat gaan we doen door hier op te vliegen. Zo. En dan vervolgens hier op te springen. Ja. En dan moeten we even wachten. Dan moeten we hier naar boven. Ja. Yeah. Wat een weg, jongens. Wat een weg. We moeten nou nog alleen naar het hart. Oh, fijn, we worden er af. Oh, shit. Oh, hij heeft een speer. Ja, weet je, fuck jou. Oh, je steekt mij. Hoe durf je? Jee. Een guardian spear. Nice, we got him. Dan moeten we hier iets opzetten. Want dan gaat deze... Oh, deze waterval gaat nu omhoog. Fijn. Moeten we dit gebruikt laten? Of kunnen we hier nou altijd naar boven? Ja, we kunnen hier altijd nu naar boven. Oh, wat fijn. Ja, dan moeten we, denk ik, naar het hoofd. En dat zal deze kant al op zijn. Misschien dat we hier wel een minibos gaan tegenkomen. Dat zou wel leuk zijn, zeg. Wat leuk, een minibos. Ja, dat is gewoon een hartstikke leuke minibos, jongen. Ik weet niet waar de fuck we zijn, überhaupt. Oh, wacht. Dit moet dus, wat we doen. We gaan deze helemaal weer naar beneden doen. Zo, kijk. Dan gaat dit naar beneden. Ja, let's go. Kijk, daar zit hij. Oh, wat leuk. We moeten er alleen niet afvallen, want dan zijn we wel de pineut. Nee, er zit hier alleen even zo naar de beestje. Die killen we even. Ja, mooi. En dan kunnen we er langs. Hebben we hier een kissie. Ja, kunnen we op kissie. Volgens mij wel open. Geld. Alsjeblieft geld. Een ancient shaft. Oké, mag ook. Ook wel leuk. Nou moeten we nog helemaal naar boven klimmen. Hoe gaan we hier opkomen dan? Kan dat niet. Wat hebben we te doen? We kunnen hier op de keert kunnen kijken. We moeten via het hoofd komen of zo. Dit heeft dus helemaal geen zin. Oké. Prima, Jim. Dan moeten we gewoon weer even omhoog doen. Hoe gaan we dat doen? We gaan deze indrukken. Dan gaan we die omhoog doen. En zo, dan gaan we gewoon terug. Weet je, vanaf dat we terug gaan, dan komen we er gewoon op. Oké. Ja, we kunnen gewoon naar de ingang. Alsjeblieft. Kom op, vlieg. Ja, nu zijn we hier. Maar we moeten dus wel even een andere gang langs, anders gaat het gewoon niet lukken. Dat water, dat blijft wel gaan. We hebben nu een kissie met een bepaald itempie. We kunnen hier erop, zoals jullie kunnen zien. Dus ik klim hier gewoon op. Hallo? Ja, mooi. Kunnen we hier opklimmen? Kunnen we hier toch wel opklimmen of niet? Of niet? Nee, hier kunnen we niet opklimmen dus. Hoe kunnen we daar niet opklimmen? Nou, van de andere kant gaat niet werken.
Dus het is maar even de vraag of we hierop kunnen. Ja, we kunnen hierop. Mooi. Ik moest gewoon via deze kant, dus blijkbaar. Oké, spring. Hallo, hoezo kan je hier niet op klimmen, Link? Je kan op alles klimmen, behalve dat. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon die slurf nog één keer helemaal naar beneden zetten. Want volgens mij zijn we gewoon fucking dom met z'n allen. Zo. En dat is, hoe we dat gaan doen, is gewoon simpel. We gaan gewoon even een stukje vliegen. We kunnen dat gewoon volhouden, denk ik. Ik denk dat dit met één bar makkelijk te halen is als we daar op moeten komen. Ja, dat gaat lukken, jongens. Kijk, we gaan gewoon vliegen. Kijk, oh hier, yeah, ze hebben gewoon een landingsbaan voor ons gemaakt, joh. Dit wordt appeltje eitje. Kijk, voilà, we zijn hier. Dan moeten we hem weer recht overeind zien te krijgen door... Even kijken, we zetten gewoon even één stapje terug. Zo. Ja, oh wat leuk. Mag nog trouwens wel een stapje? Of we doen hem gewoon zo omhoog? Dat dat wel een goede is. Ja, kijk. Mooi. Oh. Nee. Oh, you gotta be kidding me. You gotta be kidding me. You gotta be kidding me. Waar is over? Oké, hij mag helemaal omlaag. Helemaal omlaag met jou. Zo. Omlaag. We moeten wachten tot het water voorbij is, want het water komt er blijkbaar telkens uit. Man. Oké. Het is duidelijk hoor, het is duidelijk. Nou, dat water dat gaat vanzelf. Wij gaan lekker hier naartoe. We gaan weer landen. Dan gaan we gewoon even twee keer keepen. En dan kunnen we hem helemaal omsluiten. En dan kunnen we gewoon via de slurf kunnen we gewoon naar het dak op. Dus deze kant op. Laten we hem tot hier doen. En dat we niet in één keer last hebben van dat water. Zo. Want ja, dat hebben we nou. Dan mag hij nog eentje die kant op. We vallen er toch niet af. En dat water dat glijdt gewoon lekker de andere kant op. Kijk, en dan kunnen we nog een keer. Nou, laten we hem twee keer doen. Nou, wat doen we gek, hè? Wat doen we gek? Oh, nee. Ja, we gaan hem maar gewoon rechtop zetten, jongens. Fuck that shit. We moeten gewoon die slurf over. Ja. Kom maar, Link. Je kan er overheen. Je kan het. We weten dat je het kan. En... Ja, nou wordt het echt lastig. Want hoe gaan we hier ooit... Nee, we moeten hem maar even anders doen dan. We gaan gewoon even hier eerst naar boven. We gaan dat beest killen. Zo, fuck dat beest. Volgens mij ben ik zo een veetje kwijt. Nou, die is dood. Dan moeten we naar het hoofd zien te komen. Daar. Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat doen we gewoon zo. Hoppakee. En we zijn hier. Dan zit hier zo'n ding, zo'n kamer. Oh, kijk. En dan kunnen we gewoon even die. Pijltje omhoog. Die. En voilà. Oh, wacht. Eerst even dat beest killen. Ja. Activate. Oh, nou. We moeten eerst even weer naar boven. Oké, wat jij wil, meneer de olifant. Jij bent hier de baas. En activate. En hoe werkt dit nou? Moeten we naar beneden trekken? Moeten we hem draaien? Ja, laten we maar draaien of niet? Zo. Ja. Zo. Ja, draai. Draai. Gewoon vier uitmaken, jongen. Maak hem nou eens uit. Hij moet de andere kant op dus. Fijn. Lekker draaien met, met de moer. Kom op, lekker draaien. Ja, even. Oh, misschien moeten we wel eerst even hier gewoon opstaan. In plaats van dat we zo de biel via de zijkant doen. Oh, activeren. Ja. Oh, misschien dat er wel wind... Dat de wind moet worden afgezet waardoor die dicht valt. Of moeten we hem openmaken? Nee, hij moet wel open. Kunnen we rechtstreeks naar beneden vallen? Of niet? Zo. Ik denk dat die open moet zijn. Nou, we kunnen hier gewoon invallen. Oh, nee, dat kan dus niet. Oké, duidelijk. Nee, what the fuck? Hoe moet dit uit? We moeten hem naar boven zien te krijgen, dus blijkbaar. Hij moet niet in het vuur vallen. Wat is het lastig? Ik heb echt nog nooit zo'n lastige tempel gehad als deze. Of nou, als je dit een tempel kan noemen dan.
Nou, we gaan hem gewoon weer dicht doen. Dan krijgt hij gewoon lekker geen lucht. En dan kan er geen vuur komen, toch? Ja, komt maar lekker dicht. Lekker dicht, kom maar lekker dicht. Zo. Of nee, weet je, ik ben echt fucking dom. Weet je wat we gewoon moeten doen? We moeten gewoon zorgen dat het water hier overheen gaat. Dus we doen hem gewoon weer open. Ja. Kijk, nog verder. Activeren. Ja. En hij is volledig open. En weet je, kijk, dat doen we gewoon zo. En komt u maar, het water komt zo mijn kant op. Nog niet, nog eentje er maar. Kan hoor, kan. Kan allemaal. Nog eentje maar. Oké, nu we toch bezig zijn. Ja. Ja. We got some water. Kijk, was dat nou zo moeilijk? Nou, zetten die vast helemaal naar beneden. En dan hebben we alles onder onze invloed. Yes, nou, we hebben die. Yeah, boy. Sheikah Slate authenticated. Just one terminal remaining. I have faith in you. Oké. Nou, moeten we weer naar beneden. Ja. Hey, oh wacht, kistje. Dat is wel fijn. Even een kistje toch? Ja. Een Knight's Halberd. Nou, die gaan we zeker wel nodig hebben, denk ik. Maar helaas, we zitten vol. Onze inventory zit vol. Nou, goed. We hoeven nou nog één dingetje te doen. En dat is de slurf pakken. En dat, dan, als dat gebeurd is, kunnen we dus... ja, dan bezitten we de olifant. Dan is die weer van mij. Oké, hallo. We gaan vliegen. We gaan het nu in één keer goed doen, jongens. Want ik word er nou wel een beetje spuugzat van dat het al drie keer fout gegaan is. Oké, nou, mooi. We gaan hier staan. Even op het randje. Doen we die even drie omhoog. Zo, wat leuk. Oh, wat leuk zeg. Een fijn evenement. Dat water, dat gaat nu de andere kant op. Ja, zo. Ga maar de andere kant op. En ga die maar eentje weer omhoog doen. Oh, ja. Hé, hey, kijk, we zijn safe. Ik viel er al bijna weer af. Vlieg met me mee. Naar de slurven toe. Oké. Mooi. We gaan hier deze examinen. En dat betekent dat deze hele olifant nu van mij is. Sheikah Slate authenticated. Now I have activated all terminals. Now you can start the main control unit. There should be a new glory mark on your map. Head there. Oké. Be careful not to let your guard down. Oké. Ja, dan gaan we vliegen dan. We moeten hier... Hé, wacht, hier staat nog een kistje. Misschien dat daar nog wel iets heel leuks in zit. Een boogie of zo, of een schildje. Het liefst een schild, want ik zoek nog een leuk schild voor mijn verzameling. En we hebben een... Ice Arrows, ook heel erg leuk. Nou, gaan we even kijken welke schild we gaan pakken. We pakken wel even deze. Ja. The Guardian Sword is bijna neer. Dus we gaan eventjes een ander wapentje pakken. We pakken dan wel eventjes het andere Guardian Sword. Mooi, we gaan hier naartoe. Moesten we? Moest toch? Of niet? Ik weet het niet. We gaan even hier kijken. We gaan lekker hier naar deze kamer toe. En dan, huppakee, pakken we deze kist. Nou, huppakee. Deze kist gaat open. Een zilveren roepie komt eruit. En dan gaan wij hier naar beneden. Want hier zou de controle unit moeten zijn. Dus ja... Oké, we gaan hem activeren. Zo simpel is het. Denk ik. Ja. Oké, de Sheikah Slate. Oh. Dat ziet er niet echt gunstig uit voor ons. Oké. Hallo. Volgens mij komt daar een Ganondorf. Nee. Nee, het is zo'n robot. Oké, oes. Wow, dat wapen. En die klauw. Oké, dit is dus zo'n Guardian. Fijn. Hier heb ik me niet op voorbereid. Waterblight Ganon. Scourge of the Divine Beast Varuta. Oké, hij heeft dus best wel een leuke... Oh, fijn. Is Ganon's creation. Oh. I put up a... Oké, we moeten hem dus gaan pakken. Hier, dit gaan we even doen. Hij lijkt wel een beetje op Ganon. Kijk, dat rode haar. Oh, ja, ik ben hier klaar voor. Dankjewel. I have faith in you. Oké.
Ik weet niet hoe we dit gaan doen, maar ja, we gaan wel kijken. Careful, that spear has a long reach. Oh, shit. Kunnen we hem pakken hier zo? Nee. Oh. Kan ik een schild op doen? Nee. Oeh, doe ik mijn schild omhoog? Het is toch gewoon... Wacht, zo. Oh, fuck. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ja. Ik wil mijn schild. Ik wil gewoon mijn schild. Oh, wacht. Ik kan zo mijn schild doen. Oké, mooi. Kom maar. Hè? X-step. X-step. Ja, kijk. Ah, hier. Kijk, zo moeilijk is het. Oh, shit. Daar gaat mijn veetje. Be cautious. Ja, oké, dat weet ik nou ook wel. Oh, shit. Oké, we kunnen hem gewoon pakken. Weet je, hij is op zich helemaal niet zo moeilijk. Nee. Oh, wow. What the hell? Wat gebeurt er? Oh, fijn. Hij verplaatst zich. En hij heeft nog een speciale kracht ook. Hij kan het water omhoog laten komen. Fijn. Ja. Nou moeten we dus even zien te kijken hoe we daar gaan komen. Hoe gaan we überhaupt het beest killen? Hoe de fuck gaan we dit doen? Oké, fijn. Fijn. Fijn dit. Hij kan me dus gewoon over de afschot. Doen we gewoon schieten, weet je wel. Hoppakee. Hoppakee. En... Oh, wacht. Kunnen we hem nou... Kunnen we hem nou hitten? Hey. Your guardian sword broke. Wat hebben we nog meer? We hebben nog een... Hebben we nog een één wapen? Nou, dit is een boomerang. Kunnen we wel doen. Waar is die? Oh, daar is die. Komt die, hè? Hé, hey, lelijkert. Oh. Nee. 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 Oké, dan leven we nog. Oh, hier, daar is die. Ontsnap. Alsjeblieft. Oh, shit. We gaan even het zwaardere geschut inzetten. Ik ben er klaar mee. We pakken even onze shock arrows. Fuck it. Oh, nee. Volgens mij heb ik helemaal geen veetjes meer. Oh, ik ben er bijna... ik ben hem echt bijna dood aan het maken hier. Oh, nee. Hij gaat weer weg. Staan. En... Kom op! Ja, ik heb hem! Oh, yes! Gewoon in de first try. Nice. Oké, nice. Hij is dood. Wat een baas als dit, zeg. Ja, hij gaat een beetje dood, denk ik. Beter. Ja, beter sterft hij echt gewoon pijnlijk. Stom beest. Oh, hij gaat exploderen. Nice. Badoom. We got him, boys. We got him. De eerste Divine Beast is verslagen. En de olifant is weer van mij. Yes. Cool. Wow. Vet cool, vet cool. Lijp, niet gaaf. Hé, een heart container. Die hadden wij nodig. Dan kunnen we gewoon die andere 4 pearls weer gebruiken voor de rest. Maar ja... We got it, boys. We hebben een mooi hartje. Het was een leuke boss battle. En hier hebben we hem. Ja, ja. Your life force has been strengthened, increasing your maximum number of hearts by 1. Hey, en we hebben 6 hartjes, jongens. Dat was heel erg nice. En ja, dat was de aflevering voor vandaag. Hopelijk vond je het leuk. Doe even dat duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op WatchJack om meer te zien van The Legend of Zelda. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later, later.